welkom bij deze nieuwe video. Hebben we onderhand al genoeg van de adventkalenders? Want ik heb er weer twee van Max & More. Dat is het make-up merk dat wordt verkocht bij de Kruidvat. Zij hebben dit jaar niet één, maar twee adventkalenders. Je hebt hier de Max & More Deluxe Beauty Kalender. En we hebben hier de Advent Beauty Kalender. Dus de deluxe en de normale, denk ik of zo. Het zijn er in ieder geval twee. Dus we gaan vandaag bekijken welke van de twee het beste is. Of dat ze allebei gewoon leuk zijn of whatever. Het kan allebei. Ja, vandaag in plaats 1, 2. Als je al een aantal van mijn Advent Kalender unboxings hebt gezien, ik doe er altijd één per video. Want dan heb ik gewoon alle tijd voor één kalender. Vandaag heb ik er twee, dus ik ga er ietsje sneller doorheen. Want anders wordt het een video van een uur. En daar heeft niemand behoefte aan, denk ik. Dus ja, laten we het houden op maximaal 20 minuten. Dus ben je benieuwd wat in de kalender zit en wat ik ervan vind en wat jij ervan vindt en of het een leuk cadeau is voor iemand anders? Blijf maar gewoon vooral nog even kijken en vergeet niet te liken en te abonneren. Oké, mensen, we gaan beginnen met de blauw-groene, de Max & More Advent Beauty Kalender. Ziet er echt heel spectaculair uit met al die vuurwerk en alles. Dus ja, die gaan we gewoon openen. Het is gewoon karton en ja, gewoon te koop bij de Action. We gaan beginnen bij vakje 1. Oh, dit gaat weer zo'n kalender zijn die ik niet open krijg. Dus ik ga het niet eens proberen. Waar is mijn schaar? We hebben een Bordeaux rode nagellak. Superleuk. Ik heb al de hele Max & More collectie hier in huis. En ja, ik weet ongeveer allemaal al wat ze hebben. En ik denk dat het vooral make-up gaat zijn en nagellak en dat soort dingen. Deze kleur is wel heel mooi. Gaan we verder met 2. En dit is een mini Max & More oogschaduw met een beetje donkere kleuren. Er zitten matte kleuren en glanzende kleuren in. Dus je zou hier in principe gewoon een hele ooglook mee kunnen maken. Dat is wel leuk. Af en toe heb je in Advent kalenders van die kleine oogschaduwpaletjes met alleen maar glanzende kleuren. En denk van ja, ik kan niet een hele look maken met alleen maar glanzende kleuren. Dus daar ben ik wel blij mee. Nummer 3. Die zit hier. Dit zijn van die hele kleine schattige gouden stickertjes. Die kun je op je gezicht plakken zoals ik vandaag heb gedaan. Of je plakt ze op je nagels. Dat kan ook. By the way, als je benieuwd bent naar de make-up look, die komt volgende week in een video. Het is weer een hele heftige look. Nou, ook leuk. Volgende. Nummer 4. Jongens, waar is 4 dan? 4 is hier. Die is een beetje lang en smal. Het gaat by the way tot en met 24. Nummer 4 is een lippotloodje in een hele prachtige kleur. Het is een beetje paarse kleur. Ik vind de kleur wel echt prachtig. Nummer 5. Nummer 5 is een lipbalmpje. Ik heb die, want die worden verkocht in een set met like een stuk of 8 of 10 of zo. En ik vind ze oprecht best wel fijn. Het zijn best wel fijne lipbalmpjes. Ze gaan alleen wel snel van de lippen af, maar ja, ik werk ze altijd gewoon weer bij. Dus ja, ik vind ze wel oké. Nummer 6. Nummer 6 is een lipstick 303. Dit is wel een hele mooie lipstick. Volgens mij is hij mat. Ik ga hem even swatchen. Oh nee, hij is niet mat. Kijk hoe mooi. Ik vind de Max & More lipsticks oprecht super fijn voor de super super lage prijs. Als je echt nog goede lipsticks moet hebben. Ik gebruik ze heel vaak. Ik heb ook gewoon de hele collectie. Deze zijn echt heel fijn. En het is ook gewoon full size. Dat is ook wel leuk om te hebben. Dus het is niet zo klein. Wat ik wel vaak zie in adventkalenders. Zo van die overdreven kleine lipsticks. Ik noem geen namen. Wees even. 7 zit hier. Mensen, ik krijg letterlijk geen enkel vakje gewoon met mijn handen open. Oh, nog een nagellakje. Een witte glanzende. En dan gaan we gelijk door met 8. Ja, dit is de Lash Extensions Mascara. Die is gewoon te koop los in de winkel. En ook dit is de full size. Ik vind het heel leuk dat bijna alles full size is. Dan ga ik door met nummer 9. Die zit hier in het hoekje helemaal onderaan. Klein en schattig te zijn. Een puntenslijper. Altijd handig om te hebben. Nummer 10, die zit ook hier. Die is ook helemaal schattig en klein. Oh, kleine jewels. Die zijn voor op je nagels. Maar ik gebruik ze ook gewoon op mijn gezicht. Zoals je vandaag ook kunt zien. Super cute. Ik heb die afgelopen jaar ook al gehad. Nummer 11. Een bruin wenkbrauwpotloodje. Die is helaas voor mij te licht. Maar als je altijd een bruine gebruikt, dan is die ideaal voor jou. Nummer 12. Die zit hier beneden. Dit is ook iets langs. Misschien ook een potloodje of zo. Ja, een oogpotloodje. Oh mijn god, hij komt er niet uit. Dit is een bruin oogpotloodje. Ook handig om te hebben. Hij is een beetje glanzend.
is een beetje een glanzende bruine kleur. Nummer 13, die zit hier, het ongeluksgetal. Ook al vind ik het geen ongeluksgetal, maar oké. Een matte bronzer. De kleur is wel echt super donker. Mensen, ik mol echt die hele kalender, joh. Oh, nog een lipstick. Dat vind ik leuk. Dit is de kleur 318. Dit is een donkere paarse kleur. Kijk, zo donkerpaars. Die heb ik nog opgehad in een look gisteren, volgens mij. Je hebt ook nou bijpassende lippotloodjes in de winkel. Dus dat is wel handig. Nummer 15, waar ben jij? Ik ben altijd like 8 jaar op zoek. Hier is nummer 15. Oh mijn god, ik kan hem gewoon helemaal zo openmaken, maar dat ga ik niet doen. Dit is een rode lippotlood, volgens mij. Ja, een rood lippotloodje. Nummer 16. Die zit hier. Ja hoor jongens, we hebben weer een vel. Ja, we hebben een doodnormale zwarte vel. Oké. Nummer 17, die is ook weer helemaal klein en schattig hier verstopt in het hoekje. Pigmentpoeder, een witte oogschaduwpigment. Waar was ik gebleven? Ja, 18 jongens, ik weet het weer. Die zit hier helemaal onderaan. Oh, nog zo'n lipbalmpje. Die hadden wij in het begin ook al in het paars, maar nu in het geel. 19, die zit hier. Ga ik even omdraaien weer. Nummer 19. Die is leeg. Ik denk dat die naar beneden is gevallen. Ja, ik denk dat dit daarin zat. Een heel klein kwastje. Nummer 20. Die zit hier beneden ook. Oké, mensen, dit hele ding gaat los. Dus ik doe 20 en 21 even tegelijk. Nummer 20 is een liquid highlighter. Superleuk. En 21 is een zilveren nagellak. Oh, nog 2 te gaan. Even kijken. Hier zit 22. Oh nee, nog 3 te gaan. 22, 23, 24, Sarah. Deze kan ik ook gewoon helemaal openmaken. Stickertjes. Nog meer adventkalenderopvulling. 23. Die zit hier. Dit is een zwart oogpotloodje. Altijd handig om te hebben. Ook weer gewoon full size. Dat vind ik wel fijn. En dan laatste 24. Die zit hier. Die maak ik ook gewoon zo open. Oh, we hebben echt een full size Max & More eyeshadow palet. Dat is wel leuk, gewoon echt een full size paletje. Dit is in de kleur Galactic Sands. En wat was het dan? Dan is de hele adventkalender leeg. Maar niet getreurd, we hebben er nog eentje. Vond ik de adventkalender leuk? Ja, zeer zeker. Vooral alle make-up vind ik leuk. Ik ben ook blij dat het allemaal wel full size is op een aantal na. Hier en daar wat opvulling, zoals ja... deze vel en deze stickertjes en zo. Wat ik minder vind is dat er niet echt exclusieve make-up in zit of zo. In heel veel adventkalenders is dat wel. Alle make-up die ik hier heb gehad kan ik ook halen in de winkel. Dus ja, dat vind ik dan wel weer minder. Maar ik vind het oprecht wel een goede adventkalender. Dan komt de Deluxe Beauty adventkalender. Ik denk dat dit dus een extra luxe versie is van de andere of zo. I'm not sure. Hier onderop staat wat erin zit. Dus dat ga ik even eraf houden. En je kunt hem zo openmaken als een deur. Wauw, deze adventkalender zit in ieder geval een stuk luxer in elkaar. Even kijken, er staat ook allemaal teksten op en alle vakjes zijn echt los. Dus het zijn echt allemaal van die mini cadeaus. Ik moet wel oppassen met hoe ik hem vast heb, voordat alles eruit valt. Kijk, dit zit er allemaal in. Op de deuren staat ook een tekst. 24 products for a festive beauty look. En op de andere staat countdown to a magical Christmas with this beauty advent calendar. Nou, dat vind ik wel leuk. Nou, zoals je kunt zien, je kunt alles los eruit halen. Al aan de verpakking te zien vind ik het al zeer zeker de deluxe versie. Dus let's see. Ik ga gewoon zo alle vakjes eruit halen. Ik begin bij 1 en eindig bij 24. Oké, dit vind ik wel leuk. Dat maakt het wel een beetje anders. De meeste adventkalenders zijn gewoon als die andere. Gewoon, je moet het eruit trekken en whatever. En echt, het fokt echt altijd mijn hele acryl op en zo. Dus ik ben wel blij dat ik het nou gewoon makkelijk zo eruit kan halen. We beginnen bij 1. Af en toe staat er echt een getal op, maar af en toe is het ook gewoon zo het woord. 1. Super cute. Even kijken wat hierin zit. We hebben een rode lip liner. Altijd handig om te hebben. Het is ook een andere kleur dan van de andere adventkalender. Deze is van die andere. Die is meer bordeaux. En die nou is meer fel rood. Nummer 2.
Oh, dit vind ik wel apart. Wenkbrauwstencils. Om je wenkbrauwen zo mee te kunnen creëren. Oh, dat vind ik wel apart. Dat is wel handig. Dat vind ik wel leuk. Kijk, dat is dus wat ik bedoel met exclusieve producten. In die andere adventkalender zat alles wat ik al heb gezien. En bijvoorbeeld dit ken ik nog helemaal niet. Tenminste, niet van hun. Dat is wel leuk. Nummer 3. We hebben een lipbalm van Max & More. Die is ook gewoon te koop in de winkel. In de kleur 346. Nummer 4. Een lipstick in de kleur 317. Ook die is te koop in de winkel. Dit is een hele mooie rode kleur. Dat was 4. Nou 5. Ook dat staat er weer zo opgeschreven. 5. Oh. En liquid highlighter. Ook die zijn gewoon te koop in de winkel. 6. En matte bronzer. Deze is volgens mij iets lichter dan die van de andere kalender, of niet? Oh nee, het zijn identieke bronzers. Allebei de kleur 150 LA Heat. Ik moet echt zeggen, ik vind het concept van gewoon zo allemaal zo apart ingepakt echt veel beter. En echt veel makkelijker om te unboxen. Dat was 6 toch? Ja, volgens mij wel. Ja, nummer 7. We hebben weer een rode nagellak. Zat die ook in de andere? Ja, deze twee zijn ook identiek. Waar was ik gebleven? Nummer 8. Nummer 8 is ook weer in zo'n cute verpakkingje. Oh, we hebben een lichte contourstick. Ik vind de contourkleur oprecht handig. De andere kleur, de lichte kleur, gebruik ik niet. Maar die contourkant is op zich best wel goed. En dit is de lichte kleur Light Tan. Een nummer 9. Die voelt aan alsof er niks in zit. Stickertjes. Nummer 10. Een bruine glanzende nagellak. Nummer 11. Dit is cute. Een klein schattig vierkant spiegeltje. Dit is nou al adventkalender nummer 3. Waar zo'n klein spiegeltje in zit. En ook deze gaat niet dicht. Die andere ging ook niet dicht. Ik vind dat zo niet handig als je niet sluit. Want dan wordt je vies en zo. Maar ja, whatever. 12. Het ziet er zo uit. Mooi roze. Een metallic lipstick. Ik haat metallic, maar als je ervan houdt, dan vind je hem vast mooi. 13 is ook weer zo mooi geschreven. Een lipstick in de kleur 302. Hele mooie, beetje donkere nude kleur. Nogmaals, de lipsticks zijn echt de bom. 14 is best wel groot, maar voelt ook weer alsof er niks in zit. Oh, een zwart oogpotloodje. Net als in de andere kalender. Nou, beide kalenders komen tot nu toe best wel overeen. Tenminste, er zijn echt wel een aantal producten die in allebei zitten. Dus ja, als je een van de twee kalenders haalt, heb je echt absoluut de andere niet nodig. 15. Ook die is weer licht. Een Rusty Rose lippotloodje. Oh, die matcht dan met deze lipstick. Dat is wel handig gedaan. Deze kleur is by the way echt super mooi. Ik ga hem even swatchen. Kijk. 16. We zijn op de helft. Ja, al. Of ja, iets over de helft. En mascara. Is dat ook dezelfde als die andere? Ja, zijn allebei dezelfde. Ze hebben iets van 3 of 4 mascara's. Waarom doen ze dan in de andere adventskalender niet een andere? Maar goed. Nummer 17. Een fel blauwe eye pencil. 18. Een kleine pincet. Nummer 19. Een lipbalm. In het rood. Oh, dit is nieuw. Ook dit ken ik niet. Handig. Handig voor to go. En je kunt dan gewoon zo makkelijk. Bloep, bloep. Je bent klaar. Nummer 20. Een geel gouden shiny nagellak. Ook die zijn gewoon full size. Deze zijn best wel klein. Dus je zou kunnen denken dat deze een kleine versie zijn. Maar ze worden echt gewoon zo verkocht. Dit is gewoon echt hoe groot ze zijn. 21. Die voelt een beetje zwaar aan. Oh, een eyeliner gel met een kwastje erbij. Ik vind het leuk dat ze er een kwastje bij hebben gedaan. Voor de mensen die dat niet hebben in huis. Handig. Mensen, nog 3 te gaan. Nummer 22. Die is een beetje lang en groot. Oh, we hebben een complete True Shades Eyeshadow Palette. Dit is ook echt een full-size product. Je kunt die ook gewoon halen in de winkel. Het kwastje is omhoog verschoven. Die moet beneden zetten. Zo. Oeh, leuk. Eén na laatste. 23. Oh. Eyebrow kit met 3 wenkbrauwpoeders en een wenkbrauwgel.
En last but not least, nummer 24. Nog een oogschaduwpalet. De Eyeshadow Quattro Eye Palette in de kleur 624. Dit is een andere kleur dan in het andere paletje zat. En dat was het dan. Hij is helemaal leeg. Je kunt deze nog eventueel bewaren om iets anders erin te doen ofzo. I don't know. En je eindigt dan met like 24 van dit soort verpakkingjes. Ik zou die zeker gewoon bewaren, want je kunt er echt nog van alles in doen. Of je creëert een adventkalender, want je hebt er dus 24. En je kunt dan misschien een adventkalender maken en erin doen wat jij wilt. Dan is het een beetje een do-it-yourself adventkalender. Maar ik vind het wel zonde om ze weg te gooien, dus dat ga ik ook zeker niet doen. Maar dit waren dan de twee kalenders. Nou mensen, wat vonden we ervan? De gewone adventkalender en de deluxe adventkalender. Ik snap dat het de deluxe is. De verpakking van de adventkalender is sowieso een stuk beter. Ook van betere kwaliteit. Je krijgt iets van 3 of 4 exclusieve producten erin. Het is wel echt heel minimaal. Maar ik vind hem wel iets beter dan die andere. Dus als ik één van de twee zou halen. Ze zijn allebei betaalbaar. Dan zou ik gaan voor de deluxe. Omdat hij toch een tikkeltje beter is. En een tikkeltje meer exclusief is. Maar ik vind ze allebei gewoon leuk. Dit zijn ook echt hele leuke adventkalenders voor mensen die net beginnen met make-up. En nog gewoon een beetje willen oefenen met wat meer betaalbare make-up. Daar is het ook echt ideaal voor. Nou, dit was het dan. Laat me vooral weten in de comments wat je van de adventkalenders vond. Welke vond jij beter? Let me know. Ik plaats hier nog 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!